Wie is het favorietje van de coach? Ja, Falky sowieso. Ah, hij maakt het wel. Je stuurt nu een quizvraag, directeur. Hé, we kunnen geen ongelijkje hebben natuurlijk. Ik zit me niet ook in. Ik denk Falky. Ja. Ook omdat ze elkaar al wel aan kennen. Ja. Maar ook wel C, denk ik. Dus dat had er wel, wel C mee, alleen mee in een opstelling willen zitten. Oh, ik ga zien de C. Hartstikke goed. Ik zie de kampioen de Valkie. Ook wel. Ja, de C. De kampioen. Die Valkie eerst. Die Valkie eerst. Zonder twijfel. En het moment dat je dat echt gemerkt hebt, of is dat gewoon een algemeen? Gooi ook aan deze toiletten die er niet zijn. Daar waren ik dus op. Ik denk een beetje hier op de juiste moment. Ja. Maar dat mag je, dat mag je. Die weet niet. Ja, de jeugd is vooral gezegd zoals Jernie en C, maar ook Broemer, omdat dat een vaste waarde is van achter. En Valkie, omdat ze al lang kennen. Sluit je daar zich bij aan of heb je toch andere gedachten? Nee, dat wel. Maar ik denk dat hij op zich wel redelijk objectief is daarin. Dat hem niet... Als er inderdaad een speler een keer die komt trainen, dat hij dan ook wel gewoon zegt van... dan zit je op de bank of dan... Dat is waar. Ook wel een beetje een team van de knieën voor mij. Als je kan veel gedaan krijgen. Toch? Hij heeft er een paar in Broemer. Ik heb ook veel. Ik heb ook veel. Het is niet veel te kijken.